Vijf jaar was hij succesvol trainer van Hoogeveen. En toen was MSC een angstkekener. Nu is hij trainer van MSC. En wat te denken van de doelman van MSC, Raymond Beemis, van de huidige generatie, is hij nog altijd de speler met de meeste officiële duels in het eerste elftal van Hoogeveen. Maar nu speelt hij tegen Hoogeveen. Het verschil op de ranglijst mag dan groot zijn in het voordeel van de koploper Hoogeveen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen in een derby waarin MSC dus altijd nog steeds die angstkekener is van Hoogeveen. Geen fase wedstrijd. Manning. Zwikker. Voorzet. En dan komt daar de inzet van Heerkens en die wordt geblokt. Opnieuw Hoogeveen. En dan is het uiteindelijk Danny Belsma die op wonderbaarlijke wijze redding brengt. Dan de corner van MSC. Kopbal van diezelfde Belsma en daar ontsnapt Hoogeveen aan een achterstand. Dan naar de 26e minuut. Fidon. Justin Beemis. Fidon, Justin Beemis en via de binnenkant van de paal gaat die bal in het doel. Ja, zo'n kans moet je natuurlijk Justin Beemis niet geven. Om Rudy op de bank bij Hoogeveen als assistent trainer. Ja, en die moet dit met ledenogen toezien. Voorsprong dus voor MSC dat er ook gevaarlijk uitkwam. En Hoogeveen, ja, dat was voorin een beetje besluiteloos en machteloos. Moest het hebben van onder andere een Shaki Mohamed, zoals hier. Schot van Heerkens en is het een doelpunt, maar dan is er gevlacht en gefloten voor buitenspel. Het was Daniel Manning die net buitenspel stond toen hij die bal teruglegde op Heerkens. Gaan we naar de 40ste minuut. Van Dijk. Fidon. Geen buitenspel van Justin Beemis. Oh, daar verkijkt de doelman Nick Borgman zich op dat balletje van Beemis. De Borgman die leek hem ernaast te willen kijken. Schatte dat verkeerd in. De bal is al over de doellijn geweest, dus doelpunt komt op naam opnieuw voor Justin Beemis. De balende Nick Borgman. Reinders. Tweede helft is er al. Lieve van Dijk dan in de spits bij Hoogeveen en Roemer Leewang in de ploeg gekomen. En datzelfde geldt voor Twan Berends. En hier de oud-trainer van Hoogeveen en de nieuwe trainer er van Hoogeveen in één beeld gevangen. Sadiq Spiridic en een prooi voor Raymond Beemis. Nou, Hoogeveen drong wel aan in die tweede helft. Hier de corner. Komt de bal voor de voeten van Roemer Leewang. En dan is Beemis kansloos en is het 2 tegen 1. En hebben we nog een half uur te spelen. Prachtig doelpunt van Roemer Leewang. Ja, MSC, het heeft dit seizoen al vaker een riante voorsprong weggegeven. Dus er is hoop voor Hoogeveen. Hier vrije trap in de handen van Beemis. Balverlies van Roemer Leewang. En dan is het oppassen geblazen met die snelle spitsen van MSC. Hier Noah Schuurman. Schuurman en een prima redding van Nick Borgman. Een enorme kans voor de man uit Dedemsvaart. Dan de corner. Wordt de bal niet goed weggewerkt en is het Danny Belsma die MSC op een 3-1 voorsprong brengt. En Hoogeveen zo de genadeklap lijkt toe te dienen. En de vreugde natuurlijk bij MSC dat vorige week nog verloor van Hoogland. Een week daarvoor overigens won Hoogland natuurlijk ook van Hoogeveen. Ja, ontstaat de ruimte. Schuurman! Is het bijna 4-1. 70ste minuut. Andy Kreeft.
Zo, die komt te hard in op Remco Hof. Speelt de bal, zegt Kreef, maar hij krijgt rood van scheidsrechter Jens. Ja, als u de beelden nogmaals terug zou zien, dan zou u ook zien dat Andy wel op de voet komt van Hof. Terecht de rode kaart voor Andy Kreeft. Hogeveen verder met 10 man. Boemelewang. Dicht bij de aansluitingstreffer. Hogeveen dat het dus wel bleef proberen. Maar MSC dat er steeds gevaarlijk uitkwam. Justin Benjamins wederom op Noah Schuurman. Schuurman met mol met tegenoverzicht. Legt die bal dan terug op Justin Benjamins. En dan krijgen we een enorme kans voor MSC. Het is weer een uitstekende redding van Nick Borgman. Nieuw balverlies van Hogeveen. Jim Veldmaat op Noah Schuurman. De Dedersvaartse tandem. En dan gaat Schuurman alleen door 16 meter in. Kan afspelen op Benjamins, maar doet het zelf. En is het 4 tegen 1 voor MSC. Nogmaals prima bal ook van Jim Veldmaat. Vorig jaar nog allebei actief bij Dedersvaart. En die twee zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Ja, zo blijft MSC dus een angstkekener voor Hogeveen. Ondanks dat grote verschil dus op de ranglijst. En Hogeveen moet oppassen dat het niet nog met een grotere nederlaag naar huis gaat. Berends kopt de bal in de voeten van Noah Schuurman. Schuurman, kijk eens, Schuurman. En een prima redding opnieuw voor Nick Borgman. Gevaar nog niet geweken. Camille Vidom. Vidom en dan Berends. En dan in de handen van Borgman. Nou, krijgen we nog één kans voor MSC. Maar Hogeveen, ja, het gaat dus verliezen. Noah Schuurman. Maar opnieuw Borgman. Woensdag speelt Hogeveen opnieuw tegen de Meppelenploeg. Dan is om 8 uur thuis Alcides de tegenstander in de beker.